Nou, het is fantastisch gegaan de afgelopen weken. Heel constructief, goede sfeer en hele mooie resultaten. Dus wat wil je nog meer? Welkom bij dit persmoment waarin wij met elkaar als onderhandelaars zeg maar het heugelijke nieuws bekend te maken, hè, dat we eruit zijn. Eruit zijn betekent dat we een collegeprogramma met elkaar hebben samengesteld. Wat is nou het belangrijkste de komende jaren van Hengelo? Nou, dat is de verbinding met de stad weer. Hè? Dat we zeg maar dichter bij onze inwoners weer komen. De afstand is te groot geworden. We hebben dat gezien ook bij de verkiezingsuitslag. Hè, dat er maar 50% opkomst is geweest. En dat is ook veel te weinig wat dat betreft. Heel belangrijk voor ons is dat in de zorg dat we gaan naar die wijkgerichte, naar die preventieve aanpak. Dat we gaan kijken naar een andere manier ook om het inkoopproces in te richten. Er ligt natuurlijk best wel een grote opgave als het gaat om terugdringen van de tekorten in het sociaal domein. Dus er zijn creatieve oplossingen nodig. Een ander inkoopproces, maar we moeten met name ook heel erg aan die voorkant gaan zitten. En ik denk dat wij daar met Marie-José als beoogd wethouder hele mooie dingen kunnen gaan doen om toch die preventieve aanpak meer gezicht te gaan krijgen. Wat voor ons heel belangrijk is dat we de komende 4 jaar als CDA, maar ook als college, meteen echt zichtbaar zijn in de stad. Dat we op gaan halen wat er leeft bij onze inwoners. En dat we daarmee aan de slag gaan om Hengelo mooier en beter te maken. Ik heb even geteld hoeveel keer verbinding in het vorige collegeprogramma stond. Volgens mij 6-7 keer. Nu staat hij er 19 keer in. Dus gaat het nu echt gebeuren met de verbinding? Ja, dat gaat zeker gebeuren, want daar zijn we zelf bij. En ik ben ook zelf een pragmatisch iemand en het moet ook wel resultaat opleveren. Daar ben ik ook zelf bij. Ja, nu is het altijd wel een soort verhaal van nou, de inwoners staan centraal. Hè? Dus dat is een beetje een cliché eigenlijk. Maar ja, hoe gaan jullie dat dan concreet doen? Nou, we zetten heel erg in op contacten in de wijken. Wijkcentra, wijkverenigingen, met andere partners in de stad. Denk aan bedrijven, instanties, maar ook met de raad. Onze collega's in de raad, dat zijn ook vertegenwoordigers van onze inwoners. Dus met elkaar gaan we voor Hengelo aan de slag. De wethouders en de raadsleden gaan zelf de wijken. Ik ben zelf ook lid geworden van een wijkvereniging om puur te kijken wat daar is. Je ziet bijvoorbeeld verhalen nu dat mensen 30 kilometer van ons op weg gaan schilderen. Dat zijn wel veel te laat. We moeten dat echt van tevoren al signaleren en zorgen dat het niet escaleert. En dat we ook echt laten merken dat we niet opleggen vanuit de raad. Maar gewoon naar ze toe gaan kijken wat kunnen we voor jullie doen. Opnieuw collegeverantwoordelijkheid, maar dat lag eigenlijk wel voor de hand toch? Nou ja, we hebben natuurlijk voor deze 4 jaar, meer dan 20 jaar eigenlijk buiten het college gezeten. Maar Hengelo doet het toch goed onder de VVD, dus we zijn blij dat we weer mee kunnen doen. Ja. En eigenlijk is een historische samenstelling, want voor het eerst in de geschiedenis van Hengelo hebben we 3 vrouwelijke wethouders in het college. Dat klopt, maar op zich natuurlijk al bijzonder hè, dat we nog steeds anno 2022 moeten hebben over of er dames in het college zitten. Het moet eigenlijk gewoon natuurlijk zijn, de beste mensen op de juiste plaats. En ik ben ook wel heel blij hoor dat we deze verdeling nu ook zo hebben. Nou, voor mij is het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Volgens mij moeten we het er ook eigenlijk niet over hebben. Want of je nou man of vrouw bent, het gaat om de kwaliteit. En volgens mij hebben we 5 mensen die echt heel veel kwaliteit ook aan het college leveren. Maar het is natuurlijk heel mooi dat het gebeurt. Ja. Er zijn wel 3 hele enthousiaste mensen die samen met Gerard Gerrits en Claudio Brugging aan de slag gaan. Hebben het ook gezien in het onderhandelingsproces. Dat is echt een mooi team met elkaar. Er wordt serieus met elkaar gesproken. Maar er is ook heel veel lol met elkaar. En dat heb je volgens mij nodig om met elkaar iets moois van te maken. Nou, we hebben echt als VVD ingezet op, nou ja, het moet wonen, dat is belangrijk, werk, dus de economie en ook veiligheid. En alle 3 de thema's die zijn ook ruim aan bod gekomen tijdens de onderhandelingen en staan ook mooi verwoord in het collegeprogramma. Nu is er ook 1 wethouder meer en er wordt wel vaak gezegd dat partijen zich minder goed kunnen profileren. Zijn jullie daar bang voor als D66? Nou, daar zijn we niet zo heel erg mee bezig. We zijn vooral bezig om Hengelo de komende 4 jaar echt weer mooi te maken voor iedereen. Jullie hebben ook cultuur binnengehaald voor de stad. Hè? Dat is ook wel een speerpunt van de PvdA. Ja, klopt inderdaad. Het is geen geheim dat wij, met name Marie-José Luttekolt, zich heel erg hard heeft gemaakt voor een permanente kunsthal hier in de gemeente. Nou, die hebben we weten te verankeren. En daarnaast is het natuurlijk ook van belang dat kunst en cultuur ook echt weer gezicht gaat krijgen in de gemeente. En daar gaat Marie-José hele mooie dingen mee doen. Ja, en toch ook wel weer zware dossiers hè, als het gaat om wonen. Want die woningmarkt zit natuurlijk op slot. Hoe gaan jullie dat doen de komende jaren? Nou, we hebben gezegd, we moeten sowieso kijken naar betaalbaar wonen. Ja, dus dat is voor de korte termijn is dat toch wel een belangrijk punt. Maar we hebben ook heel bewust gekozen om te bouwen naar behoefte. Dus we gaan niet kijken naar bouwen naar percentages, maar de behoefte. Dus we moeten goed in de gaten houden, wat is er voor de korte termijn nodig, maar wat is ook voor de lange termijn nodig. Het vervolg is nu dat komende woensdag, dan worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En dan gaan we aan de slag.
aan de slag met de raad, maar ook met onze inwoners en al onze belangrijke partners in de stad.